Het krijgt een strik en ruimt op dik, zegt mijn zoon. Hij zit aan de eettafel huiswerk te maken. Kim heeft het al af, althans, dat beweert ze. Ze hangt bij mij op de bank en we kijken samen naar Boer zoekt vrouw. Hou je bek, straks raadt ze het al, valt ze uit. Een vogel heeft een bek, je broer heeft een mond, corrigeer ik automatisch. Ze raadt het echt nooit, zegt Jesper vol bravoer. Mag ik nog wat drinken, mam? Hij wijst naar het lege glas voor hem. Ik sta op. Jij ook een colaatje? Vraag ik aan Kim. Komt geen antwoord. Ze heeft een half oog op de televisie en een half oog op haar mobiel. De communicatie met Mandy en God weet wie nog allemaal meer mag nooit langer dan 30 seconden worden onderbroken. Mandy gaat meedoen aan The Voice. Ik wil ook meedoen, roept ze als ik in de keuken sta. Haar broer barst in lachen uit. Heb je je eigen voice wel eens gehoord, Kim? Je klinkt nog erger dan mama. Ik incasseer de belediging in stilte en schenk mezelf nog een kop munthee in. Daarna pak ik de cola voor Jesper. Als ik de drankjes naar binnen breng, zie ik de website van The Voice op het scherm van zijn laptop. Als je je wilt aanmelden, gelden de volgende eisen. Ten eerste moet je 16 jaar zijn of ouder, leest hij voor. Ben ik, zegt Kim snel. De tweede vereiste, een adembenemende zangstem. Ik neem les. Mandy zit ook op zangles. Eisen 3 en 4, vervolgt Jesper, fantastische entertainmentkwaliteiten en een sprankelende persoonlijkheid. Sorry Kim, het gaat er niet worden. Waarom ben je zo negatief? Als je zus één ding heeft, dan is het een sprankelijke persoonlijkheid. Meng me in de conversatie. Hallo, ik heb meer dan dat. Mandy vindt me altijd heel grappig. Mandy is een geit, ze vindt alles grappig, zegt Jesper. Hij slaat zijn arm om me heen als ik zijn cola op tafel zet. Ik kroel door zijn haar. Moet ik me 's ochtends niet in mijn hoofd halen als hij net een kwartier in de weer is geweest met zijn gel? Nu staat hij er toe. Meedoen aan The Voice, please, meent Kim. En op zangles. Je hebt al een sms-verbod, vrouwtje. Kandidaat worden is geen optie. Maarten heeft sms'en naar tv-programma's in de ban gedaan nadat Kim bij het eerste seizoen van The Voice haar prepaid tegoed voor noodgevallen steeds weer spendeerde aan een deelnemster die uiteindelijk verloor. Ze kon ons in die tijd alleen bereiken door te bellen en na één keer over te laten gaan meteen op te hangen. Het irriteerde haar vader mateloos. Na de finale riep Maarten zijn gezin bij elkaar. Kim had rode ogen. Ze had op Skype simultaan zitten snotteren met Mandy vanwege het verlies van de kandidaten die inmiddels al lang in de vergetelheid is geraakt. Ja? Kim, offline nu, beet Maarten haar toe. John de Mol verdient genoeg aan dit programma. Hij heeft het zelfs aan Amerika verkocht. Die man heeft miljarden en wat doet hij? Hij tolgt mij zoveel mogelijk van mijn zuurverdiende centen af. Ik hou van Holland, is toch ook van hem? Goh, 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 wat houdt meneer van Holland? Zolang Holland hem maar spekt, bedoelt hij. Het maakt niet uit hoe vaak je sms't en voor wie. Je hebt het zelf ondervonden, Kim. Deze onzin heeft je al je zakgeld gekost. En waarom? Een of andere brulaap heeft gewonnen. Bij televisie is alles nep. Er stond een notaris op de aftiteling, merkte Jasper dapper op. Een nepnotaris, zei mijn man stellig. Of eentje die is omgekocht. Denk je dat John de Mol iets aan het toeval overlaat? Hij wist al lang wie de minnaar was. Had hij zelf bepaald. Die man krijgt altijd zijn zin. Hij is multimiljardair. Heeft zeker 2 miljard. Weet je wel hoeveel dat is? Hij wacht het antwoord niet af. 2000 miljoen euro. Dat gaat jullie vader nooit van zijn leven verdienen, jongens. Hoe hard hij ook werkt. De kinderen en ik reageerden niet. We kenden de riedel. We wisten alle drie waarom de mol hem zo dwars zat. Waarom hij het woord multimiljardair uitsprak alsof het naar een te lang gelegen geel doekje smaakte. Maarten de Graaf zou dolgraag multimiljardair willen zijn. Hij zou er eigenhandig zijn arm voor afzagen. Net als die man die klem zat in die rots. Mijn man doet niet voor niets al jaren mee aan de staatsloterij, de postcode loterij, de lotto, de toto en de bankgiro loterij. Vaker dan me lief is vind ik er verfrommelde krasloten onder de bestuurdersstoel van onze Citroën. Ja, hij doet het. Hoeveel zijn milde gokverslaving ons tot nu toe heeft gekost, heb ik nooit willen uitrekenen, omdat het me somber zou stemmen. En somber zijn is iets voor mannen. Een vrouw hoort dat niet te zijn. Mijn taak binnen ons gezin is de stemming erin houden, door op strategische plaatsen geurkaarsen te laten branden, de bank te voorzien van zachte kussentjes, met opgewekte tred door het huis te trippelen en iedereen van gezond, doch smakelijk voedsel te voorzien. Daarnaast werk ik part-time bij de vogelopvang, als vrijwilligster. Volgens Maarten lever ik daarmee geen wezenlijke bijdrage aan de samenleving en ook niet aan ons huishouden. Hij noemt mijn hulp aan de vogels een hobby, een sociaal gebeuren. Ergens heeft hij wel gelijk. Ik ben niet zo ambitieus. Ik hou van gezelligheid. Als ik mee mag doen, zal ik nooit meer zeuren als ik iets bij de supermarkt moet halen wat jij vergeten bent. Ik doe elke dag boodschappen voor je. Mijn dochter is een drammetje. Elke dag, ik beloof het.
Maarten, roep ik naar boven. Kim wil meedoen aan de Voice. Mag ze op zangles? Dat was niet de bedoeling. Ze werpt me een boze blik toe. Zangles, roept Maarten na een half minuut terug. Kost gemiddeld 30 euro per uur. Ik kan het online regelen. Gaat het wel van je zak en kleedgat af? Het was een grapje, pap. Kim springt op van de bank, rent naar boven om haar toelage veilig te stellen en komt even later, hijgend, terug. Pak de koektrommel even, zeg ik. Volgens mij hebben we nog lange vingers. Ze haalt de trommel uit de keuken en zet hem open voor me neer. Terwijl ik een lange vinger in mijn thee doop, tikt ze iets in op haar smartphone. 1 lange vinger is 41 calorieën, deelt ze even later ongevraagd mee. Als je 4 eet, wat je zeker gaat doen, moet je ruim een half uur gras maaien om ze te verbranden. Zoveel gras hebben we helemaal niet, werp ik tegen. Een kwartier beachvolleybal kan ook. Beachvolleybal? Het is december. Dan moet je 10 minuten berg beklimmen of ruim een half uur huishoudelijk werk doen. Ik pak nog een koekje. Ze heeft gelijk. Als er 1 vinger over de dam is, volgen er meer. Ach, wat maakt het uit? Ik ben al aan de man en 69 kilo is een mooi gewicht. Zolang ik onder de 70 blijf, vind ik het best. Maarten klaagt nooit over mijn rondingen. Integendeel, als hij klaagt, is het omdat hij vaker wil dan ik. Precies zoals het hoort in een gezond huwelijk. Vogelkooien schoonmaken. Hoeveel calorieën is dat? Vraag ik. Staat er niet, zegt Kim. Boer zoekt vrouw is afgelopen. Ik heb de tv uitgezet. Als ik dat niet zou doen, zou hij altijd aanstaan. Je verjaardagscadeau krijgt een strik en rijmt op dik. Jesper is terug bij zijn favoriete onderwerp. Wat zou het zijn? Klein en fijn of lang en lekker? Hopelijk lang en lekker, grinnikt Kim. Dan heb ik er ook wat aan. Kim, hou op met dat vieze gepraat. Er is niets vies aan, zegt Jesper. Dat Kim met mijn cadeau aan de haal gaat. Sinds mijn dochter dezelfde schoenmaat heeft als ik, beschouwt ze mijn kast als haar kleine paradijs. Ze pikt er hakken uit, waar ik super zuinig op ben, en legt ze nooit terug. Laatst vond ik mijn beeldschone suède pumps van Chloé zwaar gehavend terug onder haar bed. Ze zagen eruit alsof er een halve marathon op was gekluund over schots en scheef gelegde kinderkopjes. Na mijn uitbrander beloofde Kim plechtig ze te zullen laten repareren. Wat ze natuurlijk niet deed. Wat je krijgt is helemaal alleen voor jou, stelt ze me gerust. Jij wordt 40, ik niet. Nog lang niet. Broer en zus kijken me grijnzend aan. Wrijf het er maar in, zeg ik met een zucht. 40. 40 met de V van verschrikkelijk. Vergrijzing, verlies van veerkracht. De V van vroeger had ik nog geen rimpels. Vervloog tijden, voorgoed voorbij. Vanaf nu bergafwaarts. Vaarwel jeugd, vergane glorie. Vergeet het verder maar. Met dolfijnen zwemmen ruimt in de veste verte niet op strik of dik. Terwijl ik daar stiekem op hoop. Ik ben al een paar subtiele hints gegeven, vorige maand nog. We zaten met z'n vieren in de auto op weg naar mijn ouders, verzuchtte ik. Mona heeft in Mexico met dolfijnen gezwommen. Ik had haar gisteren aan de telefoon. Ze is net terug. Het was heel bijzonder. Ze moest verschrikkelijk huilen, zei ze. De hele geschiedenis met dat man-wijf kwam weer boven. Het schijnt dat zo'n dolfijn je stemming haarfijn aanvoelt. Dat hij je troost. Moest Mona getroost worden? Vroeg Kim, die maar half luisterde. Waarom? Op Facebook leek het of ze de vakantie van haar leven had. Hoeveel foto's kan een mens uploaden? Ik werd gestoord van al die strandfeestjes en zonsondergangen. Tussen Jesper en Kim ontspon zich een discussie over de pagina van mijn beste vriendin. Ze had een nieuwe profielfoto ingesteld. Het was een zelfportret met een sombrero dat ze in Mexico met houtskool had getekend. Suf, oordeelde Jesper. In elk geval een verbetering ten opzichte van de vorige, vond Kim. Ook Maarten haakte op het onderwerp in, maar niet zoals ik had gehoopt. Dus Mona is helemaal naar Mexico gevlogen om uit te huilen bij een dolfijn? Dat moet toch goedkoper kunnen, ha. Die week stuit ik in de supermarkt op een vrouwentijdschrift dat een speciale winteraanbieding had voor een bezoek aan het dolfinarium, inclusief een interactie met dolfijnen. Ik kocht het blad en liet het strategisch opengeslagen op de eettafel liggen. Het bleef onaangeroerd. Om het een betere kans te geven, legde ik in een tijdschriftenmandje naast de wc. Ook daar lag het stilletjes te verstoffen. Ik besloot het minder subtiel aan te pakken en legde het blad op het bureau van Maarten. Dwars over zijn toetsenbord
met voor de zekerheid een knalgele poster bij de tekst: win de aanbieding. Zwem met dolfijnen met 35% korting. Na 2 dagen trof ik het tijdschrift met post-it en al aan tussen de oude kranten. Ik wist niet wat ik ervan moest denken. Is mijn cadeau eetbaar? Vraag ik. Jasper doet alsof hij diep nadenkt. Eetbaar is een ruim begrip, zegt hij tenslotte. In principe zou je het kunnen opeten, maar ik raad het je af. Kim pakt de laatste lange vinger uit de koektrommel. Je hebt er 7 op, dat is 287 calorieën. Van onze verrassing zul je langer genieten en je komt er niet van aan. Ze steekt het koekje in haar mond. Ze kan het leiden. Kun je ophouden over de calorieën alsjeblieft? Ik weet het nu wel. Ik waarschuw jullie alvast. Als ik weer een abonnement op de sportschool krijg, zal ik weer niet gaan. Jasper en Kim werpen elkaar een veelzeggende blik toe. Is het een geluk dat we dat niet hebben gedaan, blik? Of een zal het er maar mee moeten doen, blik? Ik twijfel. Nog niets gekregen en nu al ontevreden, concludeert Jasper. Begrijp je nu hoe lastig het is om voor jou iets te vinden? Je bent verwend. Verwend? Echo ik verbaasd. Hoe wil je het anders noemen? Je hebt alles wat een mens nodig heeft en je hoeft er geen dag voor te werken, zoals papa. Zolang je getrouwd blijft, heb je geen zorgen en nul stress. Waar komt dit ineens vandaan? Jasper, mijn apengatje, opent de aanval op mijn bestaan vlak voor mijn 40ste verjaardag. Uitgerekend nu ik kwetsbaarder ben dan ooit. Hoezo heb ik geen zorgen? Ik zorg overal voor, jongeman. Ik sloof me elke dag uit voor jullie. Ik zorg voor het huishouden, voor een goede sfeer, voor harmonie. En dankzij mij kan iedereen hier zich volledig ontplooien. Jij ook. Besef je dat wel? Hij plaagt je maar, zegt Kim vergoelijkend. Je moet niet zo happen. Je bent de beste moeder van de wereld en je krijgt een onwijs leuk cadeau. Ik frons. Het zou op zwemmen met dolfijnen kunnen slaan. Het is mogelijk. Ik sluit het nog niet helemaal uit. Wanneer mag ik het openmaken? 'S Ochtends meteen bij mijn ontbijt op bed? Maarten komt de kamer binnen. Zit je moeder weer naar haar cadeau te vissen? Vraagt hij. Verwacht niet te veel, Yvonne, van mij. Het is crisis. Het groeit me niet op mijn rug. De V van verwacht niet te veel. Dat is Maarten te goede tijd. Hij plant een zoen op mijn haar. Nog even geduld, over 7 nachtjes ben je aan de beurt. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Kim klinkt onbedoeld onheilspellend. 40. Nooit meer ergens in de 30. 20 is een ver verleden. Ik heb een man, een zoon, een dochter, een beste vriendin en soms red ik een vogel. Om precies te zijn, ik verzorg vogels die door anderen zijn gered. De ene keer is het een meeuw met een gebroken vleugel, de andere keer een eend met een vishaak in zijn snavel en laatst heb ik 3 uit het nest gevallen mussen grootgebracht. Je bent verwend. Je hebt alles wat een mens nodig heeft. De woorden van Jasper dreunen na in mijn hoofd. Als ik alles al heb, waarom voel ik me dan toch plots zo verpletterend leeg?